Bij de WK roeien in Sarasota heeft Marike Keizer de Nederlandse Equipe de eerste medaille bezorgd. De pas twintigjarige Rotterdamse veroverde zilver in de, niet-Olympische, lichte skiff. Keizer veroverde in mei koud in de lichte dubbel 2. Samen met Olympisch kampioen Jelse Paulis, prolongeerde in juni haar wereldtitel bij de beloften en won in juli WB zilver in Luzern. In die laatste wedstrijd moest ze haar mede erkennen in Kirstenkan en ook nu was de Zuid-Afrikaanse favoriete haar de baas. Na duizend meter nam Keizer brutaal de leiding. Maar in de laatste 500m ging Kan naar voorbij. Keizer hield Mary Jones nog knap achter zich.